Ja, daar zijn we weer. En dit is weer een Champions League wedstrijd. Een tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. Ik ben hier natuurlijk met Remco. En het is wel leuk trouwens, hè, onder ons. Het is weer eens wat anders dan Heracles Ajax of zo. Ja, dat moet trouwens wel komen dit weekend, hè, geloof ik. Ja. Dat is dat wel de wedstrijd, ja. Ja, dat is de wedstrijd dit weekend. Dat gaan we trouwens niet doen. Maar Liverpool, Manchester United. Nee, ik bedoel, City. In de Champions... Oh, sorry. City. Piep! Nou, maakt niet uit. Maar, City... Wie, ja, Liverpool thuis, hè. Wel een mooie stadion. Nee, City gaat winnen. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik vind City zo goed voetballen dit seizoen. Hey, maar het is wel een beetje raar. Zoals de vorige speelronde was nog heel veel Engelse clubs. En dit zijn gewoon nog de enige twee Engelse clubs die meedoen, hè, op dit moment. Dus betekent hierna eentje. Hierna is nog maar eentje. Ja. Je kan het ook zo zien. Er is hoe dan ook eentje in de halve finale. Ja. Zou ik het ook zien. Dat is positief denken. Maar Liverpool. Wel mooi staan. Iedere keer, toch? Ja. Mooi. Alleen... Ja. Je had ooit die wedstrijd, had je Liverpool-Chelsea en iedereen was voor Liverpool en sindsdien ben ik voor Chelsea. Oh. Ja, dus ik hoop dat City wint. Want? Nou, gewoon omdat ik niet zoveel met Liverpool heb. Oké. Nou, dan gaan we dat kijken, wat er gaat gebeuren. Hoor in ieder geval, you never walk alone, als het goed is. Ja, dat, die kans is redelijk aanwezig, ja. Oh, je hoort nu al. Ja. Ik heb het geluid best wel zacht aan, ik hoor het niet. Oh, ik hoor het wel, laat maar. Tering, ja, ik hoor het ook best wel hard ook. Ja, het is echt, maar... Ja. Oh, ik heb er meteen stil, tijdens stil gekregen, maar ook niet. Oh, ja! Nee, schrijf! Ik denk dat het best een zware overtreding is. Nou, oké. Ik weet niet, Remco. Ik denk dat je dat het niet door. Nou, ja, het is niet helemaal doorgebroken, maar... Zou ik zo zeggen, ik was wel richting... Ja. Maar voel je echt op de bal. Ja, je merkt daar een halve salto, maar ik vond hem mooi getimed eigenlijk. Hmm. Kijk waar je die vrije trap hebt. Hoe kan niet heel veel grote mannetjes daar in het midden staan? Nee. Mino. Ongelooflijk. Net buiten Stondje bereik. Vrij, ja, ongelooflijk. Zo, we zijn begonnen. Wat? Oh nee, daar helemaal. Ik was er al lang weg, joh. Ja. Nou. Henderson. Moet zo maar denken, ik heb wel geel. Ja, dat is voordeel. En gelukkig op een goede plek. Je hebt voor mij steeds controleur, dus... David Silva. Wat is dat dan weer? Ja, even kijken hoe die schiet. Goed voor de statistiek ook hier weer een schot, maar dat is niet op doel. Fuck, het is slecht. Ik deed hem ook hoog, ik weet niet waarom het laag werd. Oh, lekker. Ja, mooi goal. Die fucking snelle buitenspelers, joh. Nou, mooi goal. Mag ik wel een keer naar al die kutschoten? Oh, kut. Net als ik naar voren stap. Oh! Oh! Oh, die was echt mooi, die, hè? Die, ja. Oh! Ik liep helemaal naar voren door die actie. Oh, die was echt heel... Sergio Aguero. Oh. Oh! Lekker keep! Oh nee! Come on, lekker keep! Het is echt heel lekker voetballen, gewoon dit soort spelers. Ja. Oh, niet zo goed ingekopt. Otamendi. Zulke slimme, domme foutjes van mij. Nou, maar dat is ook kut te verdedigen, want je kan niet alle spelers besturen. Kut, dit vergeel moet wel passen. Oh, Kompany is niet de snelste volgens mij. Oh, ik hou er waardig bij. Ah, wat is dat? Oh, geblokt door jou. Kom op. Oh. Nou, dat is een cadeautje.
Nee, kom op. Keeper, vangbouw is dit. Huh? Wat een mooie variant, dat moet ik eerlijk gegeven. Ik heb de hele week op getraind. Ja, ik probeer tenminste wat, weet je. Anders, oh nee. Gaan we weer. Ja, daar weer weer. En daar weer 8 verdedigers. Oh! Wat gaat hij doen? Wat? Even die ruimte maken. Tering. Oh, kut. Oh, ik drukte echt lang op paas, maar dat deed hij niet. De tweede helft hier op Anfield is zojuist weer begonnen. Ik heb mijn verdediger er even afgehaald. Wat is dat? Salah, gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer? Nee, dat wil ik niet. Die bal is een prooi voor de tegen. Schijt, het is gewoon echt twee benen in goal. Helaas, dat is geen Afrikaanse tackle. Nee, weer die Henderson. Die zit toch de hete in de weg. Goed gezien. Is goed. Oh, nou, echt heel slecht verdedigd. Firmino. Glijboy, jij joh. Goeie wissel ook, ik heb Kompi eraf gehaald en heb ik gestoond, maar is hij nog slomer dan. Kevin de Bruyne spelen, kunnen ze toeslaan op de counter. Sterling. Ja, die past. Nou, nah, Virgil van Dijk zit er ook weer tussen de hele tijd. Nee, vis! Oh ja, ik zag het al. Het gaatje. Oh nee! Oh! Oh maar dat gaatje bedoel ik niet. Oh! Ik dacht dat hij zat. Ik wilde gewoon een zachte lop in het midden doen, maar ging helemaal naar Jesus. Oh, dat was ik. Mooi kom. Oh, alsjeblieft, nog een poging. Dan staat mijn vlieg weer helemaal niet op te letten. Nee! Verrassend, de korte hoek! Ik had inderdaad verwacht dat je voor zou zetten. Oh, ja. Maar nee. Zijn trainer heeft een goede man en haalt hem eruit. Was hij dan zo slecht? Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Maar hij haalt het niveau van zijn team wel op laag. Snel vergeten deze wedstrijd. Nou, daar gaan we weer. De Bruyne. Dat ziet er kansrijk uit. Geits. Nou, bedankt. Goeie kans. Goed verpest ook weer. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Hij neemt de bal mee. Nee, nee. En weer verlies ik de bal dan. En dan moet ik weer van achteruit opbouwen. Zeer belangrijk moment in de wedstrijd is. Ledig mee. Heel goede inspelpas. Top. Kunnen we weer beginnen. Ik kan maar 3 minuutjes. Ik hoor dat u net van Wokkeloon weer. Echt zo'n heek. Nee, dat is ook een tijd. Nee, schijt. Wat doe je? Ja, weer op een kutplek. David Silva. Nee, ja, die zit overal tussen. Ja, het is klaar. Een zee van ruimte. Oh! Nee. Ja! Dat zeg ik helemaal niet. Schijt. Ik druk expres geen knop in, dan vind je op de keeper af. Hier kan ik nog niks aan doen. Even nog een doelsaldo. Hé, hey, maar... Oké. Okay. Nee! Oh. De
Het lijkt me of het publiek mooier is in de Premier League dan in bijvoorbeeld als je de Eredivisiewedstrijd speelt. Vind ik ook. Voilà. Ja, het is klaar. Het wordt lastig terugkomen nu. Hoppakee. Hier doe je het als speler allemaal voor. Elke gewonnen onderling. Krijg het ook hier, jongens. I love you. Hallo. Ik haat het hem zo erg in voetbal. Nou, niet eens geflatteerd, denk ik. Nou ja, op school doe ik. Eerst had ik een paar kansen, ja, de rest niks. Het is weer drama, tweede helft. Ja. De wedstrijd duurt 90 minuten, zullen we zeggen. Dat is het probleem, ja. Het was maar 45 minuten. Ja, nou, dat had je wel vaker gewonnen, denk ik nog zelfs. Ik ben best wel vaak teruggekomen ook nog. Jij ook trouwens een paar keer. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat is onzin om er heel over te kletsen. Vergeet niet een like te geven op deze video. Veel plezier met de wedstrijd. En tot dit weekend weer met een nieuwe wedstrijd van de week.